Broski, welkom terug bij aflevering nummer 2 van de NBA 2K22, mijn carrière. Mijn naam is Dwayne Star en we gaan door. Weet je hoe dichtbij ik was in de vorige wedstrijd om 20 punten, minimaal 20 punten en minimaal 20 rebounds te pakken? Ik had gewoon 2 rebounds te weinig voor dat record. We hebben in deze aflevering sowieso ook weer 2 wedstrijden. En we gaan het opnemen tegen de Gators. We gaan meteen aan de slag. Wacht even. We kunnen ook naar de coach gaan om te werken aan onze finishing. There's the man of the hour. Look, how you doing, coach? I'm all right. Been thinking a lot about Khalil Wall. Okay. He's the best rim protector I've seen all year. Oh, you ain't got to worry about that. I already got my eyes on that kid. Yeah, but we need you to stay aggressive and draw defenders into the paint. But you're walking a fine line with these guys because they do a great job of disguising where the help's coming from. Okay. All right? If you make the wrong reads with a guy as good as Khalil Wall, we're going home empty-handed. Simple as that. Hey, look, that's fair enough. So what are we working on? We're working on finishing. I need you to get to the rack and draw the defense in. So we're going to work on that in advance finishing. I need you to make plays in this one, MP. This is why I came to this program, coach. I'm going to live up to the expectation to take the Warriors jersey. I got you. I'm here for you, coach. Okay? Great! All right, let's get out there. Let's get working. Okay. Even kijken. Dat is hem. Just like that. Die is niet goed. Dat ging gewoon nergens over. Oké, we gaan naar de wedstrijd. In de vorige wedstrijd had ik dus bijna 20 punten, 20 rebounds. Ik had 23 punten volgens mij en 18 rebounds. Ik ga het weer proberen. Ik ga het sowieso weer proberen. We gaan het opnemen tegen een van de beste verdedigers. Dat is wat hij zei, de coach. En ik verlies de tip. Wat? Rook. Hij is wel een stuk langer dan mij. Dat zie ik meteen. Hij is minstens 7 feet, sowieso. Want hij is langer. Ik ben zelf... Ja. Wow. Kan ik hem... Oké, ik heb heel veel van mijn team genoten. Netjes. En... Let's go. We gaan kijken wat hij kan. Want hij is lang. Ik ben niet bang daarvoor. Maar hij is wel... Minstens 7-1. Sowieso. Moet wel. Het verschil is... Daarvoor te groot. Ah, die maakt hij weer. Ik was wel in de buurt. Yo. Kom maar, screen. Okay. Nee, niet doen. Maakt niet uit hoe lang je bent. Ik ga gewoon proberen. Ik ga niet proberen, ik ga domineren. Hij kan dat niet, toch? Dat is maar iemand. Maar hij deed het wel, dus misschien kan hij het wel. Ik zie daar iemand, hij gaat. Hey, maar aan mij. Daar is mijn volgende bucket. Dat is niet wat ik wou. We blijven goed verdedigen. Lawson. Daar is mijn tegenstander. We gaan niet naar de bucket. Hij doet het wel. En hij mist. Hij is wel agressief bezig. In zijn gezicht. Hou op. Hier. Contact opzoeken en dan de fadeaway. Gewoon green. 4 punten, 2 rebounds. Ik ben sterk begonnen aan de wedstrijd. En ik heb al een beet meer. Ik heb wel hulp nodig van mijn teamgenoten. Hij gaat naar het midden. Nee. Hij durft het niet. Hij is open, ja. Hij mist. Ik heb mijn volgende rebound te pakken. Wacht op mij. Wacht op de leider. Contact en dan. Oef, jammer. Ik denk dat hij het weer gaat proberen. Ja, gaat hem niet lukken. Ik ben daar op tijd, jongens. Naar de bowl. Gewoon. Perfect schot. Ja, wat kan je daar tegen doen? Hij werd niet echt heel goed verdedigd. In de post, onder de bucket. Hou op. Wauw. Gewoon aan de kant gezet. En ik ben kleiner dan hem, hè. Ik ben wel echt heel goed begonnen aan deze wedstrijd. Al zeg ik het zelf. Hij is open. Ja, niet goed verdedigd. Auw. Wauw. Oké, gaan we dat doen. Oké.
Wat gebeurt er allemaal? Wat doet hij? Ja, dat is echt een hele mooie beweging. En de volgende. Die kan je gewoon niet stoppen. Dat is de perfecte fadeaway. Hier. Kijk hoe dichtbij hij is. Maar het is gewoon niet voldoende. Dit is de beeld. Ik wil hem stelen, maar ga niet doen. Misschien wel. Dat is wat hij wou. Dat is wat ik wou. Oh nee, sorry. Coast to coast. Coast to coast. Coast to coast. Coast to coast. Coast to coast met dit. Man. Jammer. Maar ik heb wel een blok. Hou maar op. Nee, ik... Ja, ik was daar niet op tijd, jongen. Maar hij is mijn rebound. En ik zie daar een turnover. En ik deed een fake, maar hij ging gewoon. Dat is jammer. Ja, goed verdedigd. Goed verdedigd daar. Dat was wel echt maar... Ja, moet rustig blijven, jongens. Dat kan niet. Hij kan niet dat afmaken. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Darbo Smit. Hier is MP. En dat is... Ik ga wat anders doen, jongens. Dit is te gemakkelijk. Ik ga proberen hem te dunken. Ja, juist, 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 dunken. Ja, dat was niet wat ik wou. Ik heb een mismatch. Ik heb een mismatch. Open schot voor. Ik speel wel echt heel goed deze wedstrijd. Schiet maar. Wie is dat? Snow? Hij is ook langer dan mij. Iedereen is langer dan mij. Wauw, dat is wat ik doe. Hier ben ik, hier ben ik. Kom maar op. Nee, kan niet. Dat is maar hier. Hou op. Oké, dubbel takeover. Stop, stop, stop. Stop, jongens. Bijna mijn dubbel takeover. Ik ga het niet halen. Ik heb niet genoeg tijd. Geef me die bal, geef me die bal, geef me die bal. Rustig, 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 rustig. Hey, dat is mijn assist dan. Ik dubbel takeover, ik ga het nu inzetten. Ik weet het heeft geen zin meer, maar ik wil het gewoon eventjes doen. Dubbel takeover voor de allereerste keer, jongens. Allereerste keer. We gaan la... Nee. Nee. Nee! Daar ging mijn takeover. Ik heb nog niet kunnen dunken. Wel 12 punten, 2 assists, 9 rebounds, 2 blocks. Ik heb een A. En ik heb voor het eerst mijn dubbele takeover. Dat is wel een goed begin. Waar ik benieuwd naar ben, hè? Heb ik mijn dubbele takeover nog in de tweede helft? Ik denk het niet. Dat zou wel fijn zijn. Maar ik denk het niet. Ik heb het nog steeds. Ja, oké, die dubbele is alweer weg. Want die ene gaat sneller dan de andere. Bro, maakt niet uit. Blijf verdedigen. Blijf verdedigen. Blijf verdedigen. Ik ga voor die blok. Ik sprong wel, ja. Ik ga voor die blok! En mijn double-double is een feit. Ik word gewisseld. Coach, kom op man. Nog 5 minuten te gaan. We staan voor met 5 punten. Ik wil minstens 20 punten. Minstens 20 punten. Minstens. Rebound nummer 12. Ik moet minstens. Kom op. Nog ietsjes te laat. Ik moet eerder die bal loslaten. Het lukt wel. Het komt wel goed. Hou de bal in de gaten. Hij gaat hem in de post krijgen. Waiters. Mist. Coast to coast. Hij gaat het proberen. Eerder. Loslaten. Eerder de bal loslaten. Eerder de bal loslaten. Iets te vroeg nu. Bro. Kan nooit. What the... Wauw. Rebound.
En daar is... Ja, mijn verdediging is gewoon de beste van de beste. Ik ga het proberen. Ik was zo geconcentreerd. Ik had een mismatch. 18 punten, 15 rebounds. Ja, 20-20 is lastig. Je gaat niks doen. Je gaat niks doen. Ik ben vlak daar. Hij gaat weer de bal vragen, zeker. Dat is niet. Je gaat niks doen. Ik ging voor die steal. Open schot. Er is niks wat ik hoef te zeggen. Mijn teamgenoten zijn gewoon clutch. Ik wou hem dunken. Dat was te gemakkelijk. Je kan niet dwars door me heen, hè. Wat? Wat? Wanneer je gewoon domineert. Wanneer je gewoon domineert. 4 geblokte schoten. En mijn rebound? Nee, maakt niet uit. We hebben 15 rebounds volgens mij. 20 punten, 4 geblokte schoten. 20 rebounds is lastig. En aanvallend ben ik nog niet zoals ik wat ik wil zijn. Maar ja, dit is pas mijn derde wedstrijd. Hè? Mijn derde college game, sorry. 48% van het veld, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Moet minstens 50 zijn. Voor een center sowieso. You are killing it right now, bro. I don't think I've ever seen you this locked in. You remember that time we played at Parker Court? The crowd was crazy, G. Yo, wait, you're right, man. That game was wild. Honestly, I think that's still like our number 3 YouTube video of all time. 12 million views. All right, Mr. Engagement. Look at you keeping up with all your stats. Nah, but that's fire though, because you're gonna need that business acumen at the next level. Okay, we gaan het weer proberen. We gaan trainen. Practice. En dan hopelijk kunnen we beter, ja, in ieder geval een boost voor onze rebounds krijgen. What's up, coach? How you feeling? You nervous at all? Nah, you know, some butterflies maybe. Nah, nothing wrong with nerves. You know, Bill Russell used to puke before every big game he ever played in. Are you for real? You ain't never heard that? Nah. Bravery doesn't mean never getting scared. It means getting scared and doing the thing anyways. And if you put in the work beforehand, you'll be ready when the time comes. Yo, that's what's up. All right, so what's the game plan? What are we doing today? Right, you're going to need a big game on the boards. We got to figure out a way to neutralize Wilson Stickley. Or it's going to be a long night. Yeah, I was watching dude tape. He got like this supernatural sense of like knowing where the ball go. It's crazy. Yeah, he's impressive. He's impressive. No lie. But not something we can't overcome. Right. Now, come on, get on the court, work on your rebounding. Let's go. Let's go. Okay, ik moet dus gaan rebounden. Heel simpel. Dus dat is wat ik ga doen. Moet niet zo moeilijk zijn, toch? Serieus? Ik heb nog een ster nodig! Kom op, man. Tch, kijk waar die bal heen gaat, hè. Helemaal in de hoek. Kom op. Daar is een... Wauw. Op die allerlaatste poging gewoon. Allerlaatste poging. Alle... Plus 10. Dat is wat ik wil zien. Oké, we hebben dus plus 10 op de rebounds. We gaan naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Gonzaga. Wacht even. Dit is kwartfinale. We moeten winnen. Kwartfinale. Oké? Okay? Kwartfinale. En deze man tegen wie ik ga spelen is heel goed in rebounds. Wilson Stickley is de naam. Daar is hij. Volgens mij zijn we ongeveer één verlang. Of misschien ben ik langer. Oh nee. We zijn één verlang, denk ik. Hij wint. Oeh. Daar is hij. Hij heeft meteen de bal. Dat is geen goed teken voor mij. Niet dat ik bang ben of zo, maar dat betekent dat ik hem gewoon moet gaan. Hij duwde me aan de kant. Dat gaat een lastige wedstrijd worden. Daar is mijn rebound als het goed is wel. Waarom dunk je niet? Dat was een perfecte kans om te dunken. Je doet gewoon een lay-up. Woe! Maar goed, 2 punten. 1 rebound. Focus. Ik ga voor die rebounds. Daar is mijn volgende. Ik moet focussen op die rebound. Dat is zijn ding.
Daar is mijn... Ah! The fuck? Hij pakt gewoon die bal. Dit is wat ik ook wil kunnen. Wacht even. Hier. Ik ga omhoog. Wacht even. Hier. Ik ga omhoog en dan... Dat is schandalig wat hij doet. Dat is echt schandalig. Hij heeft me gewoon voor schut gezet. Nu ga je de beste kant van me zien. Sowieso. Nu ben ik... Nu ga je... Nu heb je me gewoon zomaar... Mijn hoofd heet... Nee. Nee. Nu ben ik... Nee. Daar is hij. Wat? Mag niet uit, mag niet uit, mag niet uit. Mag niet uit. Precies, kom maar op. Nu, je had me niet boos moeten maken. Dat had je niet moeten doen. Dat had je niet moeten doen. Kom maar op. Kom maar op, Stickley. Kom maar op, Stickley. Ja. Dat is precies wat ik zei. Maak me niet boos. Hoppa. Volgende. Hij gaat voor... Pak die rebound dan. Dat is niet... Oké. Okay. Dat is wat... Kijk, zie je? Wat was dat? Probeer het maar. Precies. Wauw. We staan weer achter met 5 punten. Ik ga gewoon doorgaan. Je gaat het... Luister, je gaat het weten ook. Geen grapjes meer. Sexy gewoon. Gewoon super sexy. Ik heb bijna mijn dubbele takeover al, hè. Met nog 6 minuten te gaan in de eerste helft. Zo goed ben ik begonnen. Ik heb die dubbele takeover nodig. Ik heb het nodig. Ik heb hem nodig. Laat die maar gemakkelijk doen. Ik heb hem. Ik heb hem. Dubbele takeover. Het is tijd, jongens. Voor het aller... Nee, vorige wedstrijd ook. Maar toen had ik hem verpest, zeg maar. Ik had die vroeg tijd. En ik word... Hij gaat me eraf halen. Coach. Coach, doe normaal. Coach, ik heb dubbele takeover. Dit is wat ik... Nu kan ik juist iets voor je betekenen. Coach. Oké, okay. Ik heb nog tijd, jongens. Gelukkig, coach weet. De coach weet. De coach weet. Kom maar op. Dit is een andere. Dit is Crawford. Backcourt violation. We hebben de bal. Nu ga ik het doen. Dat is niet groen. En ik maak hem niet eens af. Okay. Sowieso niet. Sowieso niet. Daar is de rebound. Zag je? En als ik beter ben, kan ik dat dunken, hè? Geloof me. Mijn verdediging is weer op een abnormaal goed niveau. Prachtig om te zien. Waarom dunk je niet? Hier, dat is de perfecte mogelijkheid om te dunken. Kom maar op. Daar is. Juist. Juist, eindelijk. Dat is wat ik wil zien. Mijn volgende dunk trouwens. Mijn tweede in één wedstrijd. Dat is een record trouwens gewoon, hè. 2 dunks in 1 wedstrijd. Nog 3 minuten te gaan. En ik heb al 14 punten, 7 rebounds. 8 rebounds. 7, want hij maakt hem. Het staat gelijk. Hij kan me niet stoppen. Dat is waar ik gebruik van maak. Wat is het plan? Ah, daar was ik, hè. Zag je dat? Volgende rebound. Geef hem op, Scott. Scott, geef hem op. Hou op, jongens. Dit zijn die passes die ik het liefst wil. Gewoon meteen onder de bucket en dan kan ik dunken. Het is mijn derde dunk. Ik heb nog nooit zoveel gedunkt. Prachtig. Prachtig. Hier, nog één keer. Juist. 20 punten nu al. 20 punten nu al. Ik ga voor 30. Sowieso. Ik ga sowieso voor 30 punten. Ik wil voor die blok gaan. Ik wil voor die blok gaan. Blok!
Drie blocks. De meeste die ik heb gemaakt zijn er vier in één wedstrijd, de vorige wedstrijd dus. Uh-oh. Uh-oh. Dat zijn er vier. Dat zijn er vier. Nee. Wauw, mooie screen. Mooie play. Even kijken. Ze staan voor met 6 punten. Tijd. In de hoek. In de hoek. En dan maakt het niet af. Ik had mijn rebound. En dan ga ik voor mijn eigen. Clutch. Niet clutch. 7 minuten. Nog genoeg tijd. Die had ik moeten afmaken. Ik had mijn eigen rebound gepakt. Dat is de 8 met 6 punten. Ik had het niet eens door. Ik had het niet eens door. Oeh. Geef hem maar. Oké, okay, precies. Sprong zo vaak. Hij had hem gewoon makkelijk kunnen. Ik zie je open. Je moet hem afmaken. Smit. Dit is de 3-punter. Ik zie het. Als het mij nu lukt. Ik vertrouw altijd op mijn teamgenoten. In mijn team. Ja, man. Bijna dubbele takeover, hè. Oh, dat zou een mooi einde zijn, hè. Als ik het gewoon. Oh, wat net zeggen. Dubbele takeover. We gaan het gewoon doen. Hier is Stickley. Hij durft er niet aan. Stickley durft er niet aan. Er is niet veel tijd meer. 5 seconden. Hij gaat naar de. Ik moet zorgen voor die rebound. Ik heb de rebound. Wat gaan we doen? Nee, dat is mijn assist. Dubbele takeover geactiveerd. Nu moet ik het gewaar maken. Even kijken. 1 punt achter. Timeout. Die coach is slim. Dit kost alleen maar. Ah, dat is jammer. Ik speel tegen. Ik weet niet hoe hij heet, maar hem kan ik domineren. Mayo. Aan de kant. Nieuw persoonlijk record voor mij met 5 blocks in 1 wedstrijd. Misschien 6 als ze hem geeft op Mayo. Geef hem maar op Mayo. Nee. Geef hem maar op Mayo. Nee. Nummer 6. Geef hem die bal. Ik heb takeover. Dat gaat doen, Fischer. Hij keek niet eens! Hij keek niet eens! We hebben het gewoon gedaan, we hebben het gewoon gedaan, we hebben het gewoon. Doe maar, kom maar. Kom maar. Nee, ik heb 3 bang. Ik heb geen takeover meer. Jawel, nee, ik heb geen takeover. Oh, crossover! En bang! Hou op! Ik heb niks te klagen. Ik heb niks te klagen. We hebben het gedaan. We stonden achter met 6 punten. Ze stonden op 36. Ze hebben geen enkele punt meer gemaakt. Geen enkele punt. Geen enkele punt. Coach, kom op. Geef me nog wat tijd. Heb je nog tijd of niet? Is het klaar? 1 minuut en 27. We staan weer achter! We staan gewoon weer achter! Zie je wat ik bedoel? Hebben we de bal? We hebben de bal. Clutch. Clutch. Bang! Ik doe het gewoon echt. Ik heb 6 blocks. 6. Aan de kant, aan de kant. Aan de kant. Let op de bal, let op de bal, let op de bal, let op de bal. Let op de bal. Dat is de open schot? Nee. Geef hem maar op. Kan niet. Rebound. 56 seconden te gaan. Laat hem moeten passen. Rebound. Dat is een fout van mij. Dat is een fout van mij. Dat is een fout van mij. Ai, ai, ai. Steal. De bal. Nee. En reboundje.
We hebben tijd. Het staat gelijk. Dat is wat ik bedoel. En ik had net moeten passen. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik had moeten passen. We staan voor met 2 punten. Wij hoeven niks meer te doen. Wij moeten alleen ervoor zorgen dat ze niet scoren. Dus, de paint. De paint. Hij gaat het proberen. Als hij die had gemaakt, dan was het klaar, hè? Want dat was een 3-punt schot. Met 2 punten verschil, door mij gaan we door naar de volgende ronde, naar de halve finale. Ik heb 2 keer gescoord. Nadat we achter stonden met 2 punten. Dat was echt een hele gruwelijk einde. Wauw! Ja, dit zegt alles. 26 punten, 14 rebounds, 6 bloks. Gewoon 6 bloks. En 57% van het veld. Broski, dat is ook meteen het einde van deze aflevering. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Luister, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Ik ga hopelijk de volgende aflevering... Luister, de volgende aflevering is de halve finale. We zijn er bijna. En wacht even, de halve finale dan de finale. Dus in de volgende aflevering, als ik het goed doe, als we winnen, als het goed is, hebben we dan het kampioenschap. Put your bitch on my Snapchat. While I f*** I make her. She want a chance with me. Cause she know I'm a rapper. I give a d*** but I never